We gaan naar het jaar 1960. Herinnert u zich deze nog? Radio Veronica zond voor het eerst uit vanuit de Noordzee. Abebe Bekila die liep de marathon met blote voeten. En in hetzelfde jaar 1960 speelde de eerste Surinaamse voetballer voor het Nederlands voetbalteam. De drie nieuwe gezichten. Ben Muller, Henk Groot van Ajax, Humphrey Meynals van Elinkwijk. Van harte welkom op het tiende Humphrey Meynals Super Veteranen toernooi. Humphrey is bekend, de voetballer van de eeuw in Suriname. De legendarische Humphrey Meynals. Fantastisch toch? Je bent 29 jaar oud, je gaat je eerste internationale wedstrijd voor Oranje voor Holland spelen. We gaan even terug naar het moment. Hoe was dat? Normaal. En velen vroegen me, ben je zenuwachtig? Ik zeg, waarvoor moet ik zenuwachtig zijn? Ik zeg, dat is mijn beroep. Voetballen was mijn beroep. Dus dan komt u daar, wat gaat er hier om? Wat hoorde je? Nou, alleen maar Surinamers, hè? Ja. Lekker goed. Hey, Minna! Nakabaliara! Weet je wel? Ik zeg, rustig jongens. En na afloop ben ik op mijn schouder gedragen van een paar Surinamers. Dat was leuk, heerlijk. Wat een fantastische actie! Hij passeert drie spelers. De bal lijkt wel aan zijn voeten geplakt. De Zuid-Amerikaanse wervelwind. Een orkaan lijkt het wel. Einde van de wedstrijd. Humphrey Meynals wordt door al de fans in de harten gesloten. Hij wordt omhelst. Hij wordt op handen en op schouders gedragen. Hallo? Ja, ik ben er ook nog, hè? Hallo? Ik ben jullie eerste zwarte presentator. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk geen ruzie te maken op het veld. Neem bijvoorbeeld de grote Abel Enstra, ja. Dus Abel die speelde tegen mij, Elinkwijk, tegen Heerenveen. Ja. Dus ging in de lucht, ik kopte die bal en hij kon niet bijkomen. Toen zei ik, hey, Zwarte gaat terug naar je land. Ik zei, hey, Vizet, houd je kop, hè. Na afloop hebben we elkaar gewoon een hand gegeven en niks meer. April 1960. Zal ik nooit vergeten. Eentje kopte die bal en die bal komt via de lat terug. Zo hoog ongeveer. Je moet nu zeggen wanneer het gebeurde, hè? Ja. Ik gooi hem op. Nu! Ja! Ja. Zo! Dat was boven het doel bijna. En vanaf toen hebben we de omhaal van Humphrey Meynals. In 19... Wereldbekend. 60. Ja? Dat meen ik echt. Was het zo? Ging het zo? Ja, 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 ja. En dan moet u me nu op uw schouder dragen, toch?